Hier zijn we met het eerste blokje nieuwjaarwensen. En ik sta hier bij Jan. Jan, wat hoop jij dat er gaat veranderen in 2018? Dat we nog meer gezondheid en werkplezier krijgen. Oké, ja. Nou, dat is een mooie wens. Monique, wens jij de mensen nog wat? Dat is oppassen met vuurwerk. Dat is een tip voor het eind van het jaar. Ik hoor via mijn oortje dat Hedde bij Passepartout staat. We schakelen nu gauw over naar Passepartout. Nou, bedankt Jos. We staan hier bij de Passepartout. Het is dinsdag 2 januari 2018. En ik ga eens naar voorbij gaan over mensen die hier werken. Ga ik vragen wat hun nieuwjaarswensen zijn. Zoals u kunt zien, mijn nieuwjaarswens is veel meer kleur dragen dit jaar. Hè? Mooi hè? Ik loop op de feiten vooruit. Kom, we gaan naar binnen. Ja? En wat zijn jouw wensen? Zou je graag naar Nick en Simon willen of zo? Of zou je zingen? Of wil je... Nick en Simon. Nou, hartstikke leuk. En dan gaan naam... naar dat weet ik niet. Dat zou je dan... Moet regenen. Iets zeggen die mensen bij het Bergsnauw zeggen, die zitten daar. Gelukkig nieuwjaar wensen. Beste wensen. Beste wensen, beste wensen. Nou, wil je nog iets zeggen, de kijkers zeggen? De beste wensen, goed jaar. Ah, kijk eens, prachtig. Hey Ruud, mag ik jou eens vragen? Heb jij nog nieuwjaarswensen? Ja. Ja? En wat zijn dat? Wat zijn jouw nieuwsjaarwensen? Wat er heel veel mooi vuurwerk was in Katwijk. Ja? Was er helemaal vuurwerk in Katwijk? Ja. Grote sterretjes in de lucht en zo? Ja. Ja, hè? Vandaag ga ik weer bij mijn mama thuis lekker eten vanavond. Oh, gezellig. Ja, dat is een heel mooie manier om het nieuwe jaar te beginnen. Hey, zou jij de kijkers nog het nieuwe jaar willen wensen? Allemaal nog prettige week in het Bergsnauw. Jij ook een gelukkig nieuwjaar. En ik wens samen op de Willem van den Berg, ook Michael Vos wens ik en iedereen. En Max en allemaal die ik daar ken, die daar wonen. Ook Jeroen Boot en de hele Trommel op 13 en Berry. Een hele gelukkig nieuwjaar, gezegend 2018. Nou, u hoort het mensen. Een gezegend 2018. En ik schakel nu over naar Brian. Mitchell, die woont ook op de Willem van den Berg. Op Pianolaan 13. Nou, bedankt Hedde. En jullie ook de beste wensen. Het is een beetje koud buiten, dus ik ga lekker naar binnen. We hebben hier het kruispunt. En het kruispunt is met een kruisje. En we gaan even zoeken. Oh, kijk hier. Dat is altijd leuk. Volgens mij is het Bert. Hier zag ik net in mijn ooghoeken. Daar wordt aan de deur geklopt. En daar hebben we onze Bert. Bert is aan het schrijven. De beste wensen. Hey, gelukkig nu jij. Ja. Jij ook, hè? Heb je nog wat vuurwerk afgestoken? Totaal niks. Nou, er zitten volgens mij alle vingers eraan. Er zitten er volgens mij 10 vingers aan. Ik heb ze allemaal nog, gelukkig. Gelukkig. Ik heb in Noordwijk... Vanuit het raam, achter het raam, heb ik naar buiten zitten kijken. Het was prachtig mooi vuurwerk. Wat de man opstak in de woning, daar zag hij niks van. Het woei allemaal weg en ik kreeg het te zien. Dat was hartstikke leuk. Toch? Nou, dat is toch mooi meegenomen. Persoonlijke vuurwerkshow voor aan de deur. Ja, nou zo was het. Gratis reclame. En dan hebben we hier al Patrick. Patrick. De beste wensen voor het beste wensen. Ja. Heb jij nog wat vuurwerk afgestoken? Ik heb een beetje vuurwerk afgestoken. Hele mooie pijlen. Prachtig. Een paar mooie van die cakejes. Met allemaal eruit en sier. Hartstikke leuk. Heb je nog goede voornemens? Jawel, meer sporten natuurlijk. En denken aan goed eten en de vriendschap blijven behouden die ik heb. Nou, dan ben ik het bij Bert nog vergeten. Dus we gaan het bij Bert ook nog even vragen. Zelfde vraag. Of goede voornemens? Ja. Gezond blijven, dat is ook een goed voornemen, wat Patrick al zegt. Lekker sportief wandelen of ik moet een beetje rustig aandoen met mijn voet. Last van mijn linkervoet, maar dat wordt binnenkort verholpen. Goed voornemen is om dat te herstellen en dat ik dan weer volledig goed uit de voeten kan. Toch? Blijkbaar. Nou, dankjewel en succes met die kerstpakket.
Nou, van het kruispunt naar de triangel is een kleine stap. En we hebben hier Erik. En Erik, heb jij nog goede voornemens? Ja. Vertel. Er komt een feest in het kruispunt nog. Dit is allemaal schoon. Ja, er komt een feestje. Ja, ja. Heb jij nog goede voornemens? Ja, gelukkig niet, ja. Nou, ja. Dat is alles. En dan gaan we over naar Jan Brandsma. Jantje. Hallo, man. Hallo, de beste wensen? Ja, jij hetzelfde. Beste wensen. Jos, jij ook de beste wensen, jongen. En iedereen voor het Bergjournaal ook de beste wensen. Heb je nog goede voornemens? Heb ik goede voornemens? Ja, ik hoop dat het een tof jaar gaat worden. En dat we met z'n allen heel oud mogen worden. En ik ben 5 jaar geleden gestopt met roken. En ik hoop dat nog verder vol te houden. Nou, zal toch nu wel lukken? Ja, denk het wel. Denk het wel. Dus, ja? Ja. Oké. Okay. Hoi. Dan schakelen we over naar Ishwin. Want Ishwin die staat ergens, ja, ik weet niet waar. Ja, Brian, bedankt. En ik ga kijken of er hier nog nieuwjaarswensen zijn. Heb jij nog nieuwjaarswensen? Nee. Nee? Nee. Niks leuks te wensen voor het nieuwe jaar? Foto. Ja, je krijgt een foto voor het nieuwe jaar. Ja. Dat is leuk. Ja. Petra. We gaan nu even naar Petra. Petra? Ja. Heb jij nog nieuwjaarswensen? Ja. Wat wens jij voor het nieuwe jaar? Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Jij ook? Jij ook. We gaan even verder kijken. Hey Meeuw, heb je nog nieuwjaarswensen? Nee, jongen, bemoei je niet met ons. Laat ons lekker lopen. Lekker zoeken naar wormen. Oké, bedankt Meeuwen. We gaan terug naar de studio. We zijn weer met het tweede blokje voor nieuwjaarwensen. En we staan hier bij de groenvoorziening bij William. Dag William. Hoi. En bij Hugo. Hallo. Dag Hugo. Hebben jullie nog een wens voor het nieuwe jaar? Ja, dat iedereen een gelukkig nieuwjaar heeft en dat ze echt veel plezier hebben in dit jaar. Dat is volgens mij een van de mooiste wensen die ik ooit heb gehoord. Want wat wens je nou meer? Dat iedereen gelukkig wordt en veel plezier heeft, hè? En jij? Ik ook. Dat het veel, ja, tot een hoop werk mag hebben. He? Ja, zo is dat. En er komt meer werk, want het gaat beter met de economie. En we gaan nu over naar Hedde, want die staat bij de Academie voor Zelfstandigheid in Noordwijk. Nou, dankjewel Jos. We staan hier bij de Academie van Zelfstandigheid. Maar ja, die zijn er niet. Dus we gaan even kijken bij Team Thuisondersteuning en de jobcoaches die hier werken. Dus... Kom je mee, Henk? Dan hou ik de deuren voor je open. Dat had je aan me gevraagd. En dan gaan we daar niet dicht. Dus dat zouden we niet willen. Kijk eens, bankjes, lekker warm. Gezellig. Hallo allemaal. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Mag ik vragen, wat is jouw naam? Mijn naam is Robin. Robin. En ben je een beetje spetterend 2018 ingegaan? Ja hoor, we zijn heel goed het nieuwe jaar ingegaan. Vuurwerk afgestoken? Ook nog, niet zo heel veel, een klein beetje. Mooi siervuurwerk. Lekker. En zou jij de kijkers daar bij het Bergsnauw gelukkig nieuwjaar willen wensen? Ja, natuurlijk. Ik wens iedereen een heel gelukkig 2018 en natuurlijk de beste wensen voor iedereen. Nou, top. Dankjewel. En ook namens Bergsnauw, fijn 2018. Nou, gezond 2018. Maar dan gaan we naar de volgende. Die zit hier. Hallo. Hallo. Wie bent u? Ik ben Natasja. En hoe ben jij 2018 ingegaan? Ik ben knallend het nieuwe jaar ingegaan met heel veel vuurwerk en heel veel gezelligheid. Nou, dat is helemaal fantastisch. En wat zou jij de mensen van Bergsnel even nieuwjaar willen wensen? Iedereen van Bergsnel, heel goed nieuwjaar. 2018 wordt top. Nou, ik hoor al dat ze jou natuurlijk ook een spetterend nieuwjaar wensen. En het beste, ja. Justitie. Hallo. Hallo. Oeh, gezellig. Hey, wie bent u? Ik ben Hanneke. En hoe ben jij 2018 ingegaan? Werkend op de Willem van den Berg in de nachtzorg. Oh. Knallend met alle jongeren op het terrein. Vuurwerk, oliebollen. Helemaal gezellig. Lekker drankje erbij. Ja. Nou, namens Bergsnel natuurlijk de beste wensen een heel gezond en fijn 2018. Ja, bedankt. Zou je iets terug willen zeggen tegen Bergsnel? Zit er allemaal daar? Nou, iedereen ook een heel gelukkig 2018. Nou, helemaal top. Ja. Dan gaan we naar de volgende. Hallo. Hallo, wie bent u? Ik ben Nel. En... hoe is Nel het nieuwe jaar ingegaan? Nou, een gezellig feestje, leuke mensen omheen en positief. Nou, dat is fantastisch. Zou jij de mensen van het Bergsnel nog even een fijne... Allemaal heel goed, gezond, gelukkig, 2018.
Nou, ik kan ze horen gillen dat ze jou ook een fantastisch 2018 wensen. Ja, helemaal goed. Het beste. En ik gezond. Ik we gaan weer weg. We doen het deurtje weer dicht. Nou, dames en heren, jullie zagen het. Ze hadden het prima naar hun zin gehad van het verloop van 2017 en 2018. We gaan nu terug naar Brian. Nou, bedankt weer, Herre. Ik sta nu bij Schoon Genoeg. Ik heb er soms wel schoon genoeg van, maar hier maken ze gewoon schoon. En we staan hier bij een, ik noem het altijd een Willem van den Berg vloggertje. Ja, dat klopt. Een klein vloggertje, een beginnende vlogger. Ja, dat klopt. En heb jij nog goede voornemens? Meer vlogs? Ja, natuurlijk. En meer vlogs. Meer vlogs en meer abonnees, 100 abonnees. En ik heb net al wat tips gekregen van een vriend met wat ik beter kan doen. Ik zou zeggen, volg Jobster Boymans. Niet met een J, maar het begint met een I. Dus dan weten jullie dat. En abonneer op mijn YouTube kanaal, dat zou ik echt tof vinden. En dat zijn mijn goede voornemens dit jaar. En natuurlijk gezond zijn en fit zijn. En natuurlijk een goed jaar maken. En hoop je ooit nog eens meer follows te krijgen dan bijvoorbeeld Enzo Knol of Prankster of wat was het nou nog eentje? Een of andere vlogger? Ja, daar wil ik wel naartoe werken, ja. En volg je nog zelf vloggers? Ja, sowieso Enzo Knol, op zeker. Ik volg hem niet, maar ik volg een andere vlogger, maar dankjewel. Ja, nou, we gaan nu naar Laurens met zijn tatoeages van hier tot hier de hoop. Hoe komen er nog wat bij, denk je, dit jaar? Nou, zeker nog 2 mouwen en nog een keer een vleugel. Dat is achter me in mijn rug. Achter in mijn rug. En dan komen 2 mouwen. En dan gaan we dus door met mijn hele rug gaan we tatoeëren. Mijn hele grote adelaar. En dat zijn mijn hele goede voornemens. En natuurlijk een eigen huis. Maar ja, dan moet ik nog even afwachten hoe dat gaat. Maar ik ben er wel mee bezig. Kijk, dat dus. Zijn dus ook je goede voornemens? Juist, dat zijn mijn hele goede voornemens. En een dure voornemen ook. En want dat was duur, best wel prijzig. Een hele dure voornemen ook nog een keer. Maar ja, goed, als je het geld hebt, moet je het doen. Ja, geld kun je maar één keer uitgeven. Precies. Als je het leuk vindt. Nou, we staan hier bij de Attent. Nee, ja, klopt niet, hè. Het is de Bergshop, want we gaan hier ook even naar binnen en dan zien we wel wie we tegenkomen. Altijd leuk. Nou, we staan hier in de Bergshop. Eerst buiten in de Bergshop, want we staan hier ook. Beste wensen nog. Ja. Hebben we nog goede voornemens? Ja, we hebben zeker goede voornemens. Zijn we een nieuwe shop? Een nieuwe shop, jawel. Een bloemenwinkel. En we hopen dat hij heel goed gaat lopen en veel klanten krijgt. Nou, dat moet toch wel lukken met de mooie bloemetjes? Ja, denk ik wel. Sta je er zelf ook in? Nee, ik sta er zelf niet in. Nee, ook alleen. Nou, ik sta hier bij Lucas. En Lucas, beste wensen nog. Ja, hetzelfde, dankjewel. En heb jij nog goede voornemens? Nou, gewoon gelukkig blijven en voor elkaar zijn en gewoon respect voor elkaar hebben. Dat is denk ik de drie belangrijkste, tenminste is mijn mening, denk ik wel dat het wel belangrijk is. Gewoon gelukkig blijven en gewoon voor elkaar zijn, ja. Nou, dat is goed om te horen. En dan gaan we terug naar Ashwin, want die staat ook weer ergens op het terrein waar ik niet weet. Nou, bedankt Brian. En inmiddels sta ik hier bij de Bergbloem. En ik ga binnen even kijken of ze nog nieuwjaarswensen hebben. Nou, hier staan, zoals je ziet, staan hier van alles mooie bloemen. En ik sta hier naast Arien. Arien, heb jij nog nieuwjaarswensen? Ja, tuurlijk. Want we zijn natuurlijk net geopend vandaag. Dus we willen natuurlijk wel ja, dat het een spetterend jaar gaat worden voor de Bergbloem. Het zal wel lukken, denk ik. Ja, ik hoop het wel. Met deze mooie winkel. We gaan ons best doen. Zoals jullie zien, er staat al het een en ander uitgestald. En het gaat nog meer worden. Nou ja, heel veel beste wensen. Ja, dankjewel. Jij ook. Nou, ik sta hier naast Carla. Carla, heb jij nog nieuwe goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ja, ik wilde hier een bloemrijk 2018 van maken natuurlijk. Hè? Dat we nog maar veel mooie bloemen mogen halen hier. Zeker, zeker weten. Ja. Tot zover deze voornemens. We gaan terug naar de studio. En hier zijn we dan met het derde blokje nieuwjaarwensen. Yeah. En we staan hier bij Philippe. Yeah. Bij de wasserij. Hey Philippe, wens jij de mensen nog iets toe? Ja. Yeah. Wat dan? Een leuk nieuwjaar, mensen. Een heel leuk nieuwjaar. En dan hebben we daar Pierre. Pierre? Ja, maar jij joh. Pierre, mijn leeftijd doet er even niet toe. Heb jij nog een wens? Op een leuke verjaardag vieren. Op een leuke manier je verjaardag vieren. En nou, op een kankie. Dat hopen we ook voor iedereen. En Kim? Ja, een heel gezellig 2008 voor iedereen. En dat wij maar de was nog steeds mogen bezorgen. En hoop je dat er nog iets van zal veranderen dit jaar? Nee, ik heb het naar mijn zin. Ik ben tevreden. Ja. Het is allemaal prima zo. Goeie. En in de wereld? Ja, vrede, maar ja. Of kijk, dat... goeie. Mooie wens. Goeie. En
Ik ben benieuwd of Hedde bij de vissen ook nog iets weet los te krijgen. En anders wel bij andere mensen in het tuincentrum. We schakelen over naar Hedde. Nou, we zijn in tuin extra, zoals je kunt zien. Allemaal mooie beestjes en kleuren en bloemen en gekleurde steentjes. Maar weet je wat ze hier ook hebben? De creatafel. En wij gaan die mensen even vragen wat ze nou vinden van 2018 en wat hun wensen zijn. En, hallo allemaal. Hallo. Mag ik eens vragen, wat is jouw naam? Willy. Willy, heb jij een fijne jaarwisseling gehad, Willy? Ja. Met veel vuurwerk of geen vuurwerk? Met vuurwerk. Ja? Heb je ook nog even een oliebolletje gegeten? Ja. Doe je. Hey, zou jij de mensen bij het Bergsnel even een nieuw, fijn nieuwjaar willen wensen? Van de hele Kerstof. Een hele gelukkig nieuwjaar 2018. Nou, wat leuk. Hey, gezond en fijn 2018, hè? En dan ga ik hier naar de andere kant van de tafel, even langs dit mooie schilderij. Meneer, ja? Wat is uw naam? Olaf. Heb jij een fijne jaarwisseling gehad? Ja. Een oliebolletje gegeten van appel, of heb je een appelflap gegeten? Ik heb ook appelflap gegeten. Ja. En nog een beetje vuurwerk gezien? Ja, heel veel, ja. Hey, daar zijn de kijkers. Zou je ze een fijn nieuwjaar willen wensen? Hey? Gelukkig nieuwjaar. Nou, ik kan ze horen. Volgens mij wensen ze jou ook een heel fijn 2018 toe. Dan gaan we naar de volgende. Wat is jouw naam? Ben. Ben. Ben, heb je een gezellige jaarwisseling gehad? Daarvoor wel gehad, hoor. Ja? En heb je het op de groep gevierd of heb je thuis gevierd of met familie? Ik heb gewoon in Noordwijk gevierd. Oh, heb je nog een beetje vuurwerk gezien? Ja, afgelopen zondag wel. Nou, je hoort het. Ben wens iedereen ook een heel fijn 2018. En dan gaan we naar zijn buurvrouw. Wat is jouw naam? Miranda. Miranda, heb jij een fijne jaarwisseling gehad? Ja. Ja? Heb je oliebollen gegeten, appelflappen of... Oliebol. En heb je een beetje vuurwerk kunnen kijken nog? Ja. Nou, hey, daar zitten de kijkers. Zou jij ze even een fijn 2018 willen wensen? Nou, dan wensen. Nou, u hoort het. Iedereen hier wens jullie een heel fijn 2018. Ik ga terug naar de feestjes, want die zijn echt heel fascinerend. En ik schakel weer terug naar Brian. Nou, dankjewel Hedde. En we staan hier bij Lodewijk. Goeiedag. Beste wensen? Ja, dankjewel. Jij ook de beste wensen. Heb je nog goede voornemens? Ja, zeker. Vertel. Of wil je het liever voor jezelf houden? Ik wil het graag voor mezelf houden. Nou, dat kan natuurlijk ook. Maar wel vuurwerk afgestoken? Of denk je van, of moest je stand-by staan? Ja, zeker stand-by staan. Maar ook wel een beetje vuurwerk afgestoken. Is toch mooi? Is toch leuk? En heb je dat thuis gedaan of op de kazerne? Nee, heb ik gewoon thuis gedaan. Dat is al helemaal fijn. Ja, je kon ook op de kazerne afvuren, maar als er dan wat gebeurt, dan heb je een brandblusser voor je neus. Ja, nee, maar vuurwerk is veilig. Als je gewoon een normale vuurwerk afsteekt, dan heb je geen blusser bij nodig, hoor. Nee, dat scheelt weer. En veel oliebollen op? Hey, ook veel oliebollen. Zie ik er zo uit dat ik veel oliebollen op heb. Nee. Maar ik heb wel een paar gegeten, hoor. Heerlijk, ja. Heerlijk, altijd leuk. Nou, dankjewel. Nou, ik ben weer naar buiten gegaan, want ik vond het toch wel een beetje warm bij Lodewijk. Altijd leuk, Lodewijk. En daar hebben we Stef. Beste wensen. Ja, je ook. Heb je nog goede voornemens? Ja. Vertel, of wil je het voor jezelf houden? Mag ook. Voor mezelf. Oh, je wil het voor jezelf houden. Zelf nog vuurwerk afgestoken? Ja. Wat voor vuurwerk? 45 pijlen. 45 pijlen, nou dat moet wel wat gekost hebben, hè? En ook sterretjes? Nee. Ja, dat was Ger dus. Nou, dan dankjewel. En dan gaan we nu weer over naar Ashwin, want die staat ook weer ergens op het terrein. Alleen ik weet niet waar. Nou, bedankt Brian. Ik sta inmiddels voor het gebouw van de bewegingszorg en het zwembad. En ik ga binnen even kijken of daar nog nieuwjaarswensen zijn. Heb jij nog nieuwjaarswensen? Ja, om beter te kunnen lopen. Dat is een hele mooie wens. Heb jij nog nieuwjaarswensen? Nieuwjaarswensen, ja, dat iedereen in ieder geval goed en gezond mag blijven. En dat er hier heel veel mensen mogen komen die lekker mogen afvallen. Dat lijkt me ook. Ja. En Gijs, heb jij ook nog een wens?
Nou, ik wens dat ik heel veel cola drink. Heel veel cola light of cola zero of Pepsi Max. Zo. En wat nog meer? Thee ga drinken, water. Ja. En moet het vliegveld in Lelystad doorgaan of moet alles maar landen op Schiphol? Op Schiphol. Ja, want dan zie jij ze tenminste vliegen. Ja. Oké, we sluiten de nieuwjaarwensen af. En op 16-hoven. 16-hoven, nou. Dit waren de wensen voor het nieuwe jaar. We schakelen over naar Jeroen.